Het is 15 april, de zon schijnt en hier is onze nieuwe school. We zijn er op bezoek met de leerlingenraad. En zover is het al gevorderd. We keken net naar de ingang. Dus daar komen de kinderen en de ouders en de leerkrachten naar binnen. Ik heb me net laten vertellen door de uitvoerder dat de vloeren donderdag gelegd gaan worden. En dat ze volgende week de kozijnen erin gaan zetten. En dat ze daarna hopen te kunnen beginnen met de muurtjes metselen. En dat metselen dat gaat wel iets van 6 weken duren. Dus dat is natuurlijk wel best een lange periode. En dan zijn we ook al een beetje naar de zomervakantie toe. Maar het gaat gestaag door. Kijk, de bovenverdieping zit erop. Er wordt steeds gesproken over het hele kleine schoolplein, maar dat valt nog best wel mee hoor, als je hier zo loopt. Want hier heb je een stuk van het schoolplein. En dit is ook een enorm stuk van het schoolplein, want daar is de gymzaal. En wat ook helemaal niet al te klein is, dat is ons balkon. Dus ik zie daar wel een mooie plek voor een groentetuin, want daarboven, daar zie je de schuine wand, dat is dus allemaal balkon. Grenzend aan de teamkamer en grenzend aan de keuken, kooklokaal. Het gaat wel echt op een school lijken, hè?